Waarom bent u hier vandaag? Nou, ik ben tegen de politiek van Wilders, omdat hij moslims openlijk discrimineert. Hij dehumaniseert vluchtelingen. Ik sta hier gewoon, ik had nog niet eens wat gezegd. En ik krijg al een doodsbedreiging naar mijn hoofd van die meneer daar. Letterlijk een doodsbedreiging? Ja, letterlijk een doodsbedreiging. Vervolgens benoem ik dat en dan begint iedereen te juichen en te klappen. Dus ik denk dat dat heel erg laat zien wat het sentiment hier is. 65 gulden om in. Alles goed. Succes, hè! En waarom denkt u dat hier 1/5 op Wilders stemt? Kijk, Spijkenisse is zeg maar de overloop van Rotterdam. Alles wat hoger opgeleid is, wat elitairder is, nadenkt, geld heeft, dat is in Spijkenisse gaan wonen. Intelligente mensen stemmen op meneer Wilders. Ik heb geen zinnige verklaring. Maar ik ben ook wel een fan van hem hoor. Hij heeft goede dingen, ook wel de slechte dingen. Hij is een beetje te extreem. Alle moskeeën sluiten vind ik nou ook niet nodig, weet je. Het is gewoon de criminele buitenlander eruit. De mensen die hierheen komen om de boel af te breken, te profiteren. Gewoon de grenzen dicht uit de EU, dat we het weer zelf kunnen regelen. Want nou regelen ze het in Brussel voor ons. Maar dat is helemaal verkeerd. We moeten ons eigen zaken weer kunnen gaan regelen. Achteruit. Mensen! Even blijven, de eerste blijven. Blijf staan. Kom aan. Al jarenlang altijd maar in de bijstand. Ze krijgen gelijk een huis. Kijk, als je hier woont, sta je 8 jaar op de woningzoeklijst. En hun krijgen gelijk alles. Het gaat allemaal naar de buitenlanders op de hoogte. Gaat hij al zijn beloftes nakomen? Ja, hij zal wel het grootste gedeelte kunnen waarmaken hoor. Ja, als hij maar aan de macht komt, tijdelijk hè. Ik ga maar eenmalig op hem stemmen om Nederland weer veiliger te maken. Om Nederland weer vrij te maken. Meer om een statement te maken dan? Ja, het is meer dat we de EU kunnen gaan verlaten. De gulden mag ook terugkomen wat mij betreft hoor.